Nou, dat is onze eendenvriend. En die doet het hartstikke goed. En elke keer, elke avond kom ik even bij hem zitten. Neem ik hem even uit zijn bak. Hij zit natuurlijk nog steeds in quarantaine. En dan mag hij even loslopen. Hier in de schuur. En dat vindt hij hartstikke leuk. Maar hij is zo tam. Hij loopt niet eens voor me weg. Je kan hem zo van de grond pakken. Hij worstelt niet eens. Dus hij is mogelijk door mensen opgevoed. En je zou toch zeggen dat dat onbegrijpelijk is. Dat hij nog steeds zo tam is. Ondanks dat hij een jaar in de vogelopvang gezeten heeft. Hoe kan hij dan nog zo ontzettend tam zijn? Laat jij je mooie gezicht eens even zien. Kijk, dat is dat oogje wat een beetje omhoog staat. Maar hij heeft echt zo'n schattig gezichtje. En hij voelt zich helemaal op zijn gemak. En hij is blij dat hij even uit zijn bak is. Nou, wie wordt hier nou niet verliefd op? Hoe kan je nou een jaar in de opvang zitten en niemand wil je hebben? Dus het is het lot geweest. Niet de bedoeling, maar wel zo gebeurd.